Hoi allemaal, we zijn hier bij de workshops van Scratch en we gaan hier een kijkje nemen. Hier mag ik iets van maken. Wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, we zijn met een soort van magische bal aan het spelen die je niet kan zien, die is onzichtbaar. En er zijn 3 regels, dus je moet hem bijvoorbeeld met een hele rare manier vangen, met een hele coole manier. Ik ben hier op bezoek eigenlijk iedere dinsdagmiddag, omdat ik tijdens talententijd van de Neptunus School lessen Scratch geef. Meestal aan een groepje voor 12 kinderen, hier in deze hal, met de computers erbij. Maar vandaag is een bijzondere dag, omdat we een Amerikaanse gastdocent hebben. We gaan nu even een kijkje nemen boven. En rechts. Wat zijn jullie nu hier aan het doen? Hij heeft gevraagd aan de kinderen hoe kunnen wij een spel Space Invaders maken. En dat gaat met een raket, heb ik gezien. En dan vroeg hij hoe gaan we de raket besturen. En iedereen wil de raket besturen met de, weet je het, pijltjes toetsen. Wat vind je van Scratch? Ik vind het heel leuk. Bijvoorbeeld, je kan meer leren over computers, hoe je bijvoorbeeld die moet besturen. En soms kan je ook iets leren over hoe je moet hacken en dat soort dingen. En wat vind je leuk aan Scratch? Ik vind het leuk dat je je eigen games kan maken en dat ik wat meer van computers te weten kom. Ik ben meester Michiel. En vindt u het belangrijk dat kinderen Scratch leuk vinden? Of ze het leuk vinden. Ik hoop dat ze het natuurlijk leuk vinden. Maar ik vind het eigenlijk belangrijker dat iedereen leert hoe ze dit moeten gaan doen. Want rekenen, taal is natuurlijk hartstikke goed. Maar dit leidt op tot de beroepen die jullie, als je later groot bent, moeten gaan doen. Jullie moeten veel gaan programmeren, jullie moeten veel met computers weten. Ik vind het heel leuk om zelf dingen te maken en dingen uit te vinden. En heb je spijt van dat je niet bij Scratch zit? Nee. Nou, ik vind het leuk dat je daar dingen kan maken en dat je het zelf kan besturen. En wat vind je het moeilijkst? Ik vind het moeilijkst van de blokjes. Dat je precies weet welke je moet trekken. But where should the alien go? Hello, sir, what's your name? My name is Derek Breen. What are you doing here? I came to Amsterdam to share Scratch with students all over the city. And where are you from? I'm from Boston, Massachusetts, USA, planet Earth. Cool. Well, what is Scratch? Scratch is a free tool that lets kids make their own animation and video games online. Do you have smart students today? I had 30 students that were so smart, most of them did all the teaching. I learned a little bit of Dutch. I learned Riekt and Links. Links en rechts. Links en rechts. Thank you for this interview. Thank you for this interview. Bye. High five. High five. Ik vond het heel interessant en tot volgende week. Doei!